Hallo. Nu dan tijd voor het vervolg op de grenslagenfilm. Dat gaat toch wel Reynolds. Weet je wel, ik had het je verteld. Het omslagpunt, ja, het kon bepaald worden met het getal van Reynolds. Laten we eens kijken, want je moet eigenlijk weten wat heeft dan invloed op dat omslagpunt. Hè? Wat heeft invloed op de grootheden? Welke grootheden hebben invloed op dat idee of iets laminair of turbulent wordt? Nou, je hebt het al gezien, we gaan het even toelichten. Je kunt uiteindelijk zelf ook nader toelichten waarom dat wordt vastgelegd in een getal van Reynolds. En hoe dat dan is, hoe die verhoudingen werken. Je kunt het belang van het getal dus verder toelichten, van het getal van Reynolds. En je weet wat er met schaaleffecten bedoelt voor windtunnels. Wat is dan weer de beperking? Wat is nou eigenlijk laminair of turbulent? We hebben het gehad over de vleugel. Turbulente lucht, laminaire lucht, we hebben het getekend. Maar je kent het ook van een waterval of een golf. Het begint laminair en het eindigt behoorlijk turbulent. Je kunt het ook zien als chaos. En ja, als je hier ziet, het is een doorsnede van een pijp. Er loopt laminaire lucht of water of vloeistof door. En hier heb je een pijp waar een turbulente lucht of vloeistof doorheen loopt. Zo moet je het een beetje zien. We gaan eens kijken wat we met het getal van Reynolds kunnen. Laminair, je weet het nog. Wordt het laminair of turbulent? Hangt vooral af van deze grootheden. Viscositeit, ofwel hoe stroperig is het. En dichtheid, weet je ook nog. De viscositeit neemt niet echt heel veel af als je hoger gaat vliegen, maar de dichtheid wel. De snelheid, de stroomsnelheid, dus voor ons interessant, de snelheid waarmee dat vliegtuig vliegt, maar ook waarmee dus vloeistof door een pijp heen raast. En de diameter van een doorgang, nou dat wordt dit betekend, dus als ik een pijp heb, dan heb ik een bepaalde diameter. Of de afstand over een vleugel, en dan bedoel ik meer dit. Waar bevind ik mij op de vleugel ten opzichte van de leading edge? Dit is in meters, dit ook. En ja, uiteindelijk zitten ze in een getal van Reynolds verstopt. Evenredig met elkaar is de dichtheid, de snelheid en de lengte. Evenredig betekent, wordt het dichter groter, wordt het getal van Reynolds ook groter. En omgekeerd evenredig is de viscositeit. Oftewel, wordt de viscositeit hoger, wordt het stroperiger. Dan neemt het getal van Reynolds juist af. Omgekeerd evenredig staat onder de breukstreep. Wordt dit groter, wordt het antwoord kleiner. En evenredig staat boven de streep. Eenvoudig voorbeeld. Als we een pijp nemen met een bepaalde diameter. En we doen daar water doorheen. Met een snelheid van 10 meter per seconde. Dan weten we dat de dichtheid van water 1000 kilo per kubieke meter is. En de viscositeit is 1 millipascal keer seconde. Vreemde eenheid misschien, maar oké. Okay. De diameter van die buis is 1,5 centimeter. En de binnendiameter... Dus dat cijfer ook in meters op deze manier. Laten we het eens in gaan vullen. Hier staat de dichtheid, hier de snelheid, de afstand, of in dit geval de diameter, en die viscositeit. En als we het uitrekenen komen we op een getal 150.000. Je hebt geen eenheid, het is een dimensieloos getal, zegt men. Maar wat moet ik met het getal? Nou, er is bekend door testen dat als ik onder de 2300 zit, dat de stroming laminair is, dus huppatee. En boven die 2300, of eigenlijk voor de zekerheid maar 3000 nemen, ja, dan is het turbulent, dan wordt het een chaos. Dus ja, heel duidelijk, ik zit hier met een flink turbulente stroming met mijn water. Neem ik daarentegen Skydroll, dat is je wel bekend, en we stoppen dat in een hydraulisch systeem met een diameter van 1,5 centimeter. Dat stroomt niet zo snel, 2 meter per seconde. Het hoeft allemaal niet zo te razen. De dichtheid van Skydroll ligt wat lager dan water, maar de viscositeit ligt duidelijk hoger dan die van water. Voor het invullen komen we op een getal van 1864 uit. En als we dan gaan kijken, dan zitten we dus blijkbaar onder dat kritische getal van Reynolds. Althans, ik noem het een kritisch getal, omdat als je daar hier gaat kijken, dan zeg je de kritiek is... Het is kritisch, want het is of laminair of turbulent. In het middengebied oké, maar je zit eronder. Dus Skydroll, kun je zeggen, heeft een laminaire stroming
als het nu te snel gaat. Het omslagpunt geeft aan het moment dat het omslaat of verandert van laminair naar turbulent. En ja, dat is afhankelijk van de ruwheid en de vorm van in bijvoorbeeld een profiel, maar ook in zo'n buis, als daar oneffenheden in zitten, zal dat eerder turbulent worden. Laten we een vleugel nemen. Een vleugel met een lengte van 2,8 meter. Die ziet het. En we vliegen met een snelheid van 100 meter per seconde. We vliegen natuurlijk door de lucht. En de lucht die heeft zowel een lagere dichtheid, maar ook een veel lagere viscositeit. Weet je nog wel? Stroperigheid. Die viscositeit is nu niet in millipascal seconde, maar in micropascal seconde. Als we dit invullen in de formule, dan delen we door een heel klein getal, dan komen we op een heel groot getal. Een getal van 19 miljoen. 19 miljoen, maar ja, wat moet je daarmee? Nou, er is niet een kritisch getal van Reynolds, net als bij die pijpen voor de vleugel. Want ja, elke vleugel is anders. En laten we eens kijken wat we wel kunnen doen. We kunnen wel gaan zeggen van laten we eens een speciaal getal van Reynolds uitrekenen. En dat is bijvoorbeeld het getal van Reynolds op de plek waar het omslagpunt is. He, dat kun je bepalen tijdens een vlucht, bijvoorbeeld met tufts of andere methoden. Als je weet waar de laminaire laag omslaat naar turbulent, bijvoorbeeld op 0,7 meter, dan kun je ook een getal van Reynolds uitrekenen. Door de restgetal van het getal hetzelfde te houden, komen we dan op een getal van 4,7 miljoen. Het was een lengte van 2,8. Het is nu 0,7, dus we komen op een getal van Reynolds wat een kwart is. Eén getal bestaat niet, want elke vleugel is anders. Maar wat moet ik nou met dit getal? Nou, die 4,7 miljoen, geen eenheid, dat is een getal wat vastblijft dat het voor deze vleugel in, nou laten we zeggen, elke situatie. Laten we eens wat dingen gaan veranderen, maar let op, dat getal van Reynolds blijft hetzelfde. Als we nou twee keer zo snel gaan vliegen, dus 200 meter per seconde, waar ligt dan het omslagpunt? Laten we hem eens invullen in het getal van Reynolds. Het getal van Reynolds blijft nog steeds die 4,7 miljoen. Alleen, nu staat er niet 100 keer 0,7, maar 200 keer. Ja, keer wat? Nou ja, als de snelheid twee keer zo groot wordt en het getal moet allemaal hetzelfde blijven, de viscositeit en de dichtheid verandert niet, dan kan alleen die L veranderen. Dat betekent dus dat je dus niet 100 keer 0,7, maar 200 keer 0,35 hebt. En dan zeg je, dan heb ik dus uitgerekend dat het omslagpunt van ja, deze nieuwe situatie, met een stroomsnelheid van 100 meter per seconde, dat dus ja, naar voren schuift. Dus als hij sneller vliegt, dan schuift dus het omslagpunt naar voren. Hé, dat is interessant. Daar hebben we toch wat van geleerd. We kunnen ook hoger gaan vliegen. Als we hoger vliegen, krijgen we te maken met een lagere dichtheid. En die lagere dichtheid en geeft ons vaak het idee dat we ook sneller moeten vliegen. We hebben net gezien dat het, als we sneller vliegen, dat het omslagpunt naar voren verschuift. Maar laten we het eens invullen. We hebben nu te maken met een dichtheid die de helft is van wat het was. We hebben te maken met een snelheid die het dubbel is van wat het was. Maar ja, als je dan de ene de helft doet en de andere dubbele, en de viscositeit verandert niet en het getal van Reynolds mag ook niet veranderen, en dan kun je misschien wel bedenken dat dus die lengte nog steeds 0,7 is. Er is niks veranderd. Dus blijkbaar schuift het punt wel naar voren, maar door de dichtheid schuift het punt weer naar achteren. Dus je kunt niet zomaar zeggen als je sneller gaat vliegen, schuift het omslagpunt naar voren. Want dan moet je het ook bekijken in de dichtheid. Hè? Want als je hoger gaat vliegen, ga je harder vliegen. En ja, zo zou je misschien dat omslagpunt wel op dezelfde plek kunnen houden. Nou, dit geeft je een beetje een inzicht in hoe je kunt rekenen met dat getal van Reynolds. Andere mogelijkheid die we hebben, is de test in een windtunnel. Dus een model, een teststraat. Kun je dan ook dat getal van Reynolds nog daarvoor gebruiken? Ja, dat kan. Want eigenlijk zeg je dat voor een bepaalde vorm het getal van Reynolds altijd hetzelfde is. Maar goed, je werkt niet met 1-op-1 modellen altijd. Je kan ook met een 1-op-10 model werken. Stel dat we dat doen in de lucht, dus de waardes van de lucht blijven hetzelfde. En ik ga 1 op 10, dus ik wil nu zien of dan het omslagpunt niet op 70 centimeter komt, maar op 7 centimeter. Wat zal er dan gaan gebeuren? Wat zal er gebeuren in mijn teststraat? Ik vul de gegevens in.
Ik vul in de dichtheid. Ik vul in de viscositeit. Ik vul in, ja, geen idee hoe snel het moet stromen. En ik vul in de lengte van dat omslagpunt. Dat getal van Reynolds. Als ik nu 1,25 had en ik had 0,7. Zie je al, als deze 10 keer zo klein wordt, om uiteindelijk hetzelfde antwoord te houden, zal deze dus 10 keer zo groot moeten worden. Hé, 10 keer zo groot, 10 keer 100 is 1000, 1000 meter per seconde. Ai, dat is veel te snel, ga je sneller dan het geluid. En een hele andere aerodynamica, heb ik wel eens verteld. Dus komen op een probleem. Nou, de afwijking die we dan krijgen, en dat noemen we het schaaleffect. Dan zullen we dus andere oplossingen moeten gaan zoeken. Dan zullen we moeten gaan bedenken dat we andere viscositeiten gaan zoeken. Of we gaan andere dichtheden zoeken. En je kunt de lucht samen gaan persen. Je kunt de temperatuur toe of af laten nemen. Er zijn allerlei mogelijkheden om daar wel een oplossing voor te vinden. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan testen in water. Hè, want water heeft een veel hogere dichtheid. Dan wordt dit alweer wat groter. Dan hoeft de snelheid niet zo omhoog. Ja, die heeft ook een andere viscositeit. Nou, er zullen dus combinaties mogelijk zijn. En uiteindelijk test men in windtunnels de ene keer met een getal van Reynolds, de andere keer met een getal van Mach. Men heeft al lang ontdekt hoe je daar verbanden tussen kunt vinden. Maar het is iets waar men zeker mee bezig is. En dan nog één klein nerd-alarmpje. Wat kun je nog meer met een getal van Reynolds? Nou, als je gaat kijken op Wikipedia, dan zie je dat een lift coefficient een function is of an angle of the body of the flow. Is Reynolds number en de Mach-nummer. Het Mach-nummer hebben we gehad. De Reynolds-nummer hebben we gehad. Angle of the flow. Dat heeft te maken met de hoek. En de CL. Ja, en Bernoulli dan en Gwanda dan. Nou, dat is heel wat anders. Ik ga je vertellen. Achter al dit verhaal, achter al de wiskunde hierachter, zitten rekenwonders. Die hebben het getal van Reynolds en Mach daarvoor nodig gehad. En die CL-functie, dat is meer iets voor ons. Want die CL-functie, dat is eigenlijk ja, het onderwerp van het volgende hoofdstuk. Dus we sluiten hiermee af. En tot de volgende keer. Of althans, eerst moeten we checken wat hebben we geleerd natuurlijk. Je weet van de grootheden nu, je weet wanneer het laminair kan worden, het omslagpunt. Je kent nu dat getal van Reynolds, misschien kun je ook toelichten hoe dan die waarden daarin veranderen. En wat het belang daarvan is voor de stromingen. En je weet nu ook over het schaaleffect bij windtunnels. Dus ja, wat heb je ervan begrepen? Wat neem je hiervan mee? Hoe hoog eindig jij? Nou, dan alsnog, tot de volgende keer.